Popietertje. Gaan we elkaar nog veel zien. My body. Ik heb helemaal vergeten in alle, vanwege alle wateroverlast en zo en alle emotie om nog even wat antwoorden te geven voor ons spelletje. Oh ja, antwoord 2. Categorie actualiteit. Pietertje en Tamara. Ja. Dat is antwoord 2. En dan meteen de laatste ook maar. Categorie entertainment. Ekdom in de ochtend. Dus antwoord 1, Hump de Bump. Antwoord 2, Pietertje en Tamara. En antwoord 3, Ekdom in de ochtend. Heb jij 3 bijbehorende vragen, mag je die nu sms'en naar 4x3 of via de 3FM-app. Vanmorgen werd ik wakker gemaakt. Door, nou eigenlijk door Mien die belde. Ik lag nog in bed, zo. Redelijk naakt, dat ook. Jij slaapt op dit vandaag toch altijd met onderbroek? Ja, ik heb wel onderbroek. Dan kan een schone slip aan. Oké. Ja. Maar ik werd wakker gemaakt. Aan de deur stond Chibba Chipsma met een ontbijtje. En naast hem stond een man met een gitaar. En ik wist meteen wie het was. Het was Martin Fischer. En Martin Fischer, nou, die kent iedereen, want die heb ik afgelopen 4-5 weken bijna dagelijks gedraaid met dat waanzinnige Solstice. En ik denk, nou, het is de laatste uitzending. Ik ga hem toch eens even bellen nog. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk dat je er was vanmorgen, jongen. Ja, ik vond het te gek. Klein kopje thee erbij. Kopje koffie in jouw geval. Kan nog zo snel ergens wat regelen. Ja, mooi. Fijn. En wat heb je toch een lekker liedje gemaakt met die Solstice? Ah, dankjewel. En nou moet ik. Het grappige is, ik ben vandaag degene die redelijk verrast wordt door allerlei stiekem dingen van collega's die ze hebben opgenomen en zo. Dus ik word verrast. Maar het leuke is, ik ga jou nu verrassen. Oh. Wat heb jij namelijk vanmorgen bij mij gedaan? Nu krijg je de bal onmiddellijk terug. Oh. Want, oh jee. Beste Martin, ik kon het je vanmorgen echt niet zeggen. Want je zei, ik hoop wel dat als jij weg bent, dat die plaat nog wel een keer gedraaid wordt op 3FM. Ik zei, nou, dat hoop ik ook voor je. Maar op dat moment kon ik nog niet zeggen. Maar ik ga het je nu vertellen. Martin, je bent officieel een nieuwe 3FM Serious Talent. Wow! Ja! Serious Talent! Halleluja, goedemiddag. Oh, dat heeft een hoop wijn gekost hoor, om dat van elkaar te krijgen. Maar het is wel gelukt. Oh, wat super tof, hè. Locker, ja, nee, heel goed. Dus ik denk, Martin, ik verras je hier nog even mee. Die heb je binnen. Hartstikke bedankt. Dus bedankt dat betekent, ja, graag gedaan. Allemaal wel vanwege de liefde voor jouw fijne liedje. Die ik nu natuurlijk super ook ga draaien. Natuurlijk. Vanmorgen bij de deur klonk die ook fantastisch. Buren hebben genoten. Dat was fantastisch. Martin, dankjewel, man. En blijf eens een fijne liedje schrijven. Doei. Bye bye, man. Bye bye, man. Bye bye. Solstice. Hij komt terug, de zomer. Hij is officieel Serious Talent en hij was blij. Hij zei... Woehoe! Martin Fischer, wat een fijn liedje. Solstice, zometeen de lunchbox met de meeste stem in het laatste uur. En de laatste lunchbox is daadwerkelijk van Femke Kaspers. Je krijgt lunchbox 1. Listen. Watch. Share. 3FM.nl 3FM. Empire of the Sun, The Patchy Boys en Dustin Springfield. Komen eraan.